Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje voor het YouTube kanaal Meneer Montsen tekent. En dit is het zevende filmpje in de serie Onderzoek doen. En in dit filmpje gaan we kijken naar hoe noteer je en verwerk je de resultaten. Nou, allereerst de meeste resultaten die je hebt kun je goed verwerken in een tabel. Dat houdt in dat je je resultaten dus altijd in een tabel noteert. Zorg ervoor dat je daarin precies bent. Dus we hebben het niet alleen maar over temperatuur, schrijf het even als afkorting, maar we hebben het over temperatuur in graden Celsius. Dus temperatuur is niet precies genoeg, temperatuur in graden Celsius wel. Dus zorg ervoor dat je de grootheid, temperatuur en de eenheid Celsius goed noteert. Als je niet weet wat grootheden of eenheden zijn, is het handig om het filmpje Wat zijn grootheden en eenheden? te gaan bekijken. Nou, behalve dat je resultaten noteert, ga je het ook verwerken. Nou, dat kan op allerlei verschillende manieren. Een aantal manieren om je gegevens wat zichtbaarder te maken is om het te verwerken in een Diagram. En dan hebben we verschillende soorten diagrammen. Je kunt een, een staafdiagram maken, een lijndiagram en een cirkeldiagram. Bedenk zelf op welke manier je gegevens het beste kunt verwerken. Het is niet bij elk onderzoek nodig, maar bij veel onderzoeken zorgt het verwerken van je resultaten ervoor dat het makkelijker leesbaar is. Nou, een staafdiagram gebruik je voornamelijk bij aantallen, een lijndiagram gebruik je bij ontwikkeling, dus daar is eigenlijk altijd tijd bij betrokken, en een cirkeldiagram gebruik je bij een percentage. Nou, nadat je de resultaten hebt genoteerd en hebt verwerkt, en dat kunnen ook bijvoorbeeld. Een gemiddelde zijn, dat is ook een verwerking van je resultaten, dan stop je. Sommige mensen willen dan al een interpretatie gaan doen over wat nou de beste resultaten zijn of niet, of willen al met een conclusie komen. Doe dat niet. Je resultaat is alleen maar een noteren van de resultaten en het verder verwerken. Op het moment dat je resultaten niet betrouwbaar zijn, dus je hebt Commentaar op je resultaten, dan noteer je dat in de discussie. En alle conclusies die je kunt trekken aan de hand van je resultaten, komen natuurlijk in de conclusie. Resultaten is alleen maar wat komt er uit mijn onderzoek en hoe kan ik dat zo goed en zichtbaar mogelijk verwerken. Ik doe dat in ieder geval in een tabel, maar vaak verwerk je het ook nog in een diagram. Kijk goed naar de opdracht, want veel opdrachten zullen vermelden hoe je je gegevens moet verwerken. Nadat je je gegevens hebt verwerkt, dan stop je. Zijn je resultaten niet betrouwbaar? Of heb je commentaar op je resultaten, dan vermeld je dat in je discussie. En wil je al conclusies trekken uit je resultaten, doe dat niet bij je resultaten, maar doe dat in het hoofdstuk conclusie. Dit was de uitleg over resultaten als onderdeel voor Onderzoek doen.